In 27 boekdelen en 11.000 pagina's wordt de universele kennis op aarde gebracht dankzij Jozef Ruloff. Samen met Guido Vermeire brachten we een bezoek aan het MAS voor een gesprek over dit medium. Ja, dus we gaan terug naar het jaar 1898 en we gaan daarvoor naar Sierenberg. Sierenberg is een plaatsje in Nederland, in de Gelderse Achterhoek. Het woord zegt het zelf, Sierenberg, de berg van ons Heer. En daar is in 1898 dus een jongen geboren, Jozef Juist, naar de naam Jozef Ruloff. En die een atlas van als kind al beschikt over gaven die andere mensen niet hebben. Onder andere elderziendheid, elderhorendheid, eldervoelendheid. Hij zag dus geesten zoals wij mensen zien. Dus zoals ik nu in mensen zie staan, zag hij dus geesten. Hij speelde daarmee. Voor hem was dat gewoon doodnormaal. Dus hij zag dus andere dingen die andere mensen gewoon niet kunnen zien of niet. Die gaven niet voor hem. Naarmate dat hij ouder werd, namen dus die geesten, zal ik zo maar zeggen, zijn leven in handen. En die hebben hem leren uit het lichaam treden. Dus dat wil zeggen, een mens bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam. De ziel is eigenlijk de goddelijke afstemming. Dat is eigenlijk zorgt ervoor dat we leven. De geest is hetgene wat we niet kunnen zien, maar wat dus wel als we sterven overblijft. Dus eigenlijk het lichaam van de ziel, zal ik maar zeggen. En dan het lichaam zelf, wat we natuurlijk kunnen zien. Dus hij had de mogelijkheid om met zijn geest uit zijn lichaam te treden en reizen te maken in wat we noemen de hemel. Hij heeft dus de hemel met zijn eigen ogen kunnen zien. Dus heel veel mensen van ons klappen over de hemel. Hey, vooral katholieken, protestanten, zelfs mohammedanen en zo. Iedereen klapt daarover, maar niemand heeft hem eigenlijk gezien. Of ze hebben wel iets horen zeggen of zo. Hij heeft dus werkelijk erin geweest, dus met zijn eigen ogen gezien. En hij kwam tot de conclusie dat er niet één, maar dat er 7 hemelen zijn. Wat ook de Koran zegt trouwens. En dat die in die verschillende hemelen, dat is een soort van evolutie is. Dus als de mens komt te sterven, gaat de mens evolueren naar een plaats die op hem afstemming heeft. Heeft die mens altijd in duisternis geleefd, is dat duisternis voor die mens. Heeft die mens altijd in het licht geleefd, is dat licht voor die mens. Dus je zou het kunnen vergelijken in tijd met wat de katholieken ook zeggen, de engel en de duivel. Alleen dat er geen duivelen zijn, met staartjes, daar weet ik veel van. Dat is flauwekul. Dat bestaat gewoon niet. Maar de mens zelf schept zijn eigen wereld. Dus uw innerlijke hier is uw uiterlijke in het hiernamaals, als je sterft. En dat heeft hij dus allemaal mogen vastleggen. Hij heeft dus allemaal met zijn eigen ogen mogen gaan zien. Ze zijn reizen gaan maken samen met wat wij noemen engelen. Gidsen, wij noemen dat gidsen eigenlijk. Die hebben hem begeleid en die zijn samen met hem reizen gaan maken in dat hiernamaals zelf. Die zijn dus al die verschillende sferen doorgegaan, die verschillende hemelen, zijn die allemaal gaan bezoeken, één voor één, tot in het allerhoogste, hoger kunt je niet. En hij heeft dat mogen vastleggen in meer dan 27 boeken. Wij spreken hier over meer dan 11.000 pagina's. En dus 11.000 pagina's is wel een heel stuk. En daar komt bij dat er heel veel bewijzen zijn geleverd. Dus hoe, in welke vorm? Dus ten eerste, hij had dus de gave van mensen te genezen. Hij kon dus zien als iemand bij hem kwam, die man is ziek, die mankeert dat en dat en dat. Die gaat op die moment genezen of op die moment gaat hij overgaan zelfs. Hij kon zelf op een gegeven moment zeggen, op klopslag, 2:15 bijvoorbeeld, ga Jan overlijden. En dat klopte inderdaad. 2:15 stond de klok stil en die man ging over. Dat is maar een voorbeeld. Hè. De man die hij zag, dus de geest zal ik maar zeggen, als kind zag hij die man met een lang haar en een sikje, een klein sikje. En hij wist natuurlijk niet, hij kende die man helemaal niet, dus dat was de lange noemde hij die. Omdat het zo'n redelijke grote persoon was. En naarmate dus die man zijn leven in handen nam, vertelde hij ook van, wij leven niet één keer, maar wij leven wel miljoenen keren, wij komen steeds opnieuw terug. Al de dingen die wij verkeerd doen, moeten we terug opnieuw goed maken. Dat is de wet van oorzaak en gevolg. Dus het is niet van, je hebt hier morgen gebiecht en nou is het allemaal goed, je zondekens hebben gegeven. Nee, integendeel, je gaat ervoor moeten werken. Alle dingen die je verkeerd doet in het leven, gaat je terug moeten goed maken. Als je iemand doodgaat, dan moet je opnieuw het leven moeten geven. Dus doden mag je helemaal niet. Dus die man die nam zijn lichaam, dus die helpte hem, zal ik zeggen, die geest. En op een gegeven moment gaat hij met hem terug naar het oude Egypte. En hij gaat zelfs terug naar zijn laatste leven op aarde. En het allerlaatste leven op aarde maakte zich bekend als de schilder Antonie van Dijk. En dus we staan nu in Antwerpen.
Hey, dus Antwerpen is de plaats waar Antonie van Dijk geboren is. En waar hij dus geleefd heeft. Hij heeft dus ook samen met Rubens, in het Rubenshuis ging er wat verder, heeft hij dus schilderijen gemaakt destijds. Dus hij heeft dus heel veel nagelaten in verband met kunst en zo in die jaren. En nu in dit leven, dus hij is gestorven in 1742. En in 1742 dus is hij dus overgegaan naar de, wat wij noemen de sferen. En hij heeft dus een hele evolutie meegemaakt. Momenteel vertoeft hij in wat wij noemen de vijfde sfeer. En dat wil dus zeggen dat hij dus gedurende al die jaren dat hij gestorven is, een evolutie heeft meegemaakt in de sferen. Jozef Ruhloff waarschuwde voor crematie. Zijn visie wordt toegelicht door Irene Pronk en Guido Vermeire. Het is het domste wat je kan doen, want ik vind minstens heb je 9 maanden gekregen om te worden, tot het wordingsproces, geef jezelf dan ook 9 maanden minstens de tijd om weer tot het afstervingsproces te komen. Als een lichaam, als een mens daaruit gaat, uit zijn lichaam, voor de aarde als dood wordt beschouwd, is de mens nog niet eruit. Want ik heb het met mijn man meegemaakt, die was nog gewoon roze wangetjes en hij was al overleden. En hij lag al 2-3 dagen in zijn kist en hij had nog roze wangen, dus hij zat echt nog aan zijn lichaam vast. Stel dat hij had zich laten cremeren, had hij dat verbrandingsproces moeten beleven? Nou, dat lijkt me het verschrikkelijkste wat je jezelf aan kan doen, hoor. Ja, dus er zijn dus verschillende mogelijkheden als een mens komt te sterven. En de geest het lichaam verlaat. En daarom heeft hij Jozef ook gewaarschuwd voor crematie. Zijn dus, momenteel is dat heel erg in. Men gaat ervan uit van, men is dood, lichaam verbranden en dan zijn we er vanaf. Maar zo werkt het niet. Ten eerste, als een mens gestorven is en hij heeft bijvoorbeeld kwade bedoelingen gehad, dan blijft die geest nog een tijd bij het lichaam. Wat wil dat zeggen? Die geest kan niet loskomen van het lichaam omdat die twee één geheel zijn geweest terwijl ze leven. Met als gevolg, als die man komt te sterven, dat die geest eigenlijk gans die crematie gaat meemaken. En doordat hij nog aards denkt en aards voelt, gaat hij ook die verbranding meemaken. Dus dat is niet helemaal niet leuk. Het is ook zo dat bijvoorbeeld bij een brand, dat niet gepland is, dat er altijd een aantal entiteiten, geesten zijn, die dus de stof of de geest gaan losmaken van het lichaam. En als de geest los is van het lichaam, dan heeft men veel minder pijn of dingen van door de pijn door de crematie. Maar in veel gevallen kan dat dus niet. Bijvoorbeeld kinderen die worden heel erg geholpen. Ook kindjes staan er helemaal los van. Die hebben er eigenlijk heel weinig meer minder problemen mee met crematie. Maar toch wordt het aangeraden om het niet te doen. Omdat men ook, men heeft het geesteslichaam nodig om te functioneren in wat we noemen de sferen in de hemel. En dat is een van de redenen waarom dat hij heel sterk tegen crematie is. En nu met de tijd, ja, nu is dat nog in, maar ik weet goed, er gaat een tijd komen dat we dus echt contact gaan hebben met de andere kant. Dat we echt de bewijzen gaan hebben, die de wetenschap zelf zal trouwens die bewijzen leveren. En als die bewijzen geleverd zijn, dan gaan we dus echt kunnen zeggen van, kijk jongens, zo en zo zit het allemaal in elkaar en zo moeten we leven. Volgens Jozef Ruhloff is zelfdoding geen oplossing om zich van het leven te beroven. Onze gasten vertellen hier meer over. Ja, dus hij heeft ook gewaarschuwd om nooit het leven zelf te benemen. De mens komt naar hier met een bepaalde bedoeling. En die bedoeling die is dat wij hier een aantal jaren verblijven. En gedurende een aantal jaren dingen in ons leven meemaken. En die verschillende zaken leren, zal ik maar zeggen. Soms is dat met vallen, soms is dat met opstaan, soms doet dat pijn, soms heb je problemen. Hè. Maar dat zijn dingen die we moeten leren verwerken tijdens ons leven. En er zijn natuurlijk mensen die daar niet meer aan kunnen, die zeggen, kijk, ik maak er een eind aan, maar dat kun je niet. Je kunt geen eind maken aan je leven. Want je komt naar hier met een bepaalde periode, bijvoorbeeld, je moet 80 jaar worden. Dan ga je ook 80 jaar hier op aarde moeten vertoeven. Als je bijvoorbeeld echt op 60 jaar, ik maak er een eind aan, ja, dan ken je die 20 jaar, kom niet los van het lichaam. Want je moet nog 20 jaar dan met dat lichaam hier op aarde voort. Met als gevolg, als je begraven wordt, dat je ook 20 jaar gewoon als geest bij dat lichaam blijft. Blijf je ook meestal bij het graf hangen, weet ik veel. Daar komt bij dat je uiteindelijk tot het besef gaat komen van, ik heb dat niet goed gedaan, ik moet er opnieuw, en dan kun je er opnieuw weer geboren worden, dan krijg je er opnieuw dezelfde problemen, dat is soms nog moeilijker.
Dus het heeft geen zin om zelfmoord te plegen. Integendeel, dat maakt het alleen maar moeilijker en moeilijker. Maar natuurlijk, zolang de mensen niet in het leven na de dood geloven, denken ze van, ik maak er een eind aan en dan is het gedaan. En zo werkt het niet. Er is dus veel meer in aan gene zijde wat wij nu nog niet weten, maar wat dus wel in de boeken van Jozef al beschreven staat. Ja, dan moet ik wel naar Kringloop der Ziel kijken, waar het dus over zelfmoord, zelfdoding of zelfmoord, hoe je het maar noemen wil. Eigenlijk, als je dat leest, ieder mens doet het ooit in zijn levens, maar het is de oplossing niet. Want je staat eigenlijk voor het niet aanvaarden van het leven wat toch tot je komt als oorzaak en gevolg. Wat je toch in moet lossen. Als je het niet in dit leven doet, moet je daar toch weer voor terug. En het ergste is wat je beleeft. Ze denken dat ze dood zijn, maar ze zijn niet dood. Want hun lichaam, hun fluïdekoord breekt niet. En dat, ze blijven als geest aan het lichaam verbonden. Alleen de vitale functies werken niet meer van het organisme. En moeten ze dus de verrotting van het proces van het lichaam beleven. En dat lijkt me het ergste wat je jezelf kan aandoen. Ja, bestaat er zoiets als een god voor Jozef Roelof? Wel, ik zou zeggen ja en nee. In feite niet de god die wij kennen. Geen menselijke god. Geen god die mensen gemaakt heeft met wat klei en erop geblazen eigenlijk. En dat werd, en zo is het nooit niet geweest. Dus evolutie is wel degelijk een onderdeel van het geestelijke proces en het stoffelijke proces van de mensheid. Alleen zijn er veel zaken die momenteel door de wetenschap nog anders geïnterpreteerd worden. Die dus eigenlijk nog niet helemaal correct zijn, maar daar komen ze nog wel achter. Zo is de mens bijvoorbeeld niet uit het dier voortgekomen, maar het dier uit de mens. Dus, maar dat zijn zaken, daar moeten ze allemaal nog achterkomen momenteel. In ieder geval, één ding is er wel zo. Er is wel een goddelijke leiding. Dat wil zeggen, alles wat ontstaan is, heeft een oorsprong. En die oorsprong vinden we binnen in ons, dus zeker over de God binnen in ons. Dus wij zijn in feite, wij vertegenwoordigen God. Toen de schepping begon, splitste God zich in miljarden deeltjes. Al die miljarden deeltjes zijn op zichzelf begonnen aan wat wij noemen de schepping. Dus alles is langzaamaan geëvolueerd. De maan, de aarde, weet ik veel. En de mens zelf is dus, zoals de evolutie beweert, geboren in de water. En dat is trouwens ook bewijsbaar, wetenschappelijk bewijsbaar. Daar kunnen we niet van tussen. Maar er zijn natuurlijk, moet ik zeggen, van in het begin der tijden heeft de mens een god gekregen die ze kunnen begrijpen. Als we bijvoorbeeld bij Mozes kwamen, Mozes had dus de 10 geboden, hij sprak zogezegd met God. Hij heeft eigenlijk nooit met God kunnen spreken, want God is geen stoffelijke persoonlijkheid. Waar dat hij wel mee sprak, was met de mensen die op aarde geleefd hadden, die gestorven waren en die zich voordeden als een god. Dus zij hadden de mogelijkheid om te zeggen van kijk, we gaan de mensen een god geven, want anders maken ze elkaar kapot. Dat doen ze nou nog altijd, maar toen waren ze er al heel sterk mee bezig. En ze maakten in het begin ook niet een oorlog achter de anderen. En zeiden, dat moeten we gaan stoppen. We moeten de mensen iets geven, waardoor dat ze met vriendschap met elkaar gaan leven. En daar hebben ze 10 geboden gegeven. En als iedere mens van in het begin der tijden de 10 geboden had nageleefd, dan was iedereen nu heel tevreden. Dat was geen oorlog, dat was er niks meer. Want je zult niet doden, is heel belangrijk. Je mag niet doden. En dat is dus een van de onderdelen die ze toen in dat proces gestoken hebben. En dat ze gezegd hebben, kijk, wij moeten een god geven waar dat ze naar luisteren. Waar ze bang voor zijn. En dan hebben ze een kwade god gemaakt. Bijvoorbeeld de Jehovah-god uit de Bijbel of Yahweh, of dat je hem ook wilt noemen. Ik veel. Dus ze hebben een god gemaakt die de mensen, zou ik zeggen, moest corrigeren. Hè? En daar hadden de mensen schrik van. En dan meenden de mensen ook allemaal zeggen, oh, we moeten dat doen, want anders gaat God, dit gaat, God gaat. Maar het is zo niet. Iedere mens is in feite die god. Iedere mens heeft die god binnenin zich. En dat moet hij langzaamaan evolueren. Hij moet dus langzaamaan spiritueler gaan leven. Hij moet geestelijker gaan leven. Hij moet liefdevoller gaan leven. En als de mens dat gaat doen, dan zal pas het koninkrijk Gods op aarde kunnen komen, waar Christus altijd over gesproken heeft. Ook in zaken oorlog, doden en geweld heeft Jozef Roelof een antwoord klaar. Dus wij gaan proberen uit te leggen waarom dat een oorlog eigenlijk niet goed is, waarom dat mensen en doden eigenlijk ook niet goed is. Dus 4000 jaar terug, toen Mozes zijn eerste wetgeving ontving, stond er alleen, gij zult niet doden. En dat was eigenlijk heel goed geweten, want als jij bijvoorbeeld mij zou doden, dan moet ik jou opnieuw terug het leven geven. En dat kan ik maar op één manier, dat is de wet van de reïncarnatie.
Dus wat doe ik? Ik heb jou gedood. Ik sterf. Ik word opnieuw herboren. En jij wordt geboren als mijn kind en ik geef jou terug opnieuw het leven. Dus het leven dat ik jou benomen heb, moet ik terug opnieuw geven. Dus er is dus niet van, ik ga maar iemand doden, omdat ik hem beu ben. Zo werkt het niet. En dat is ook zo in oorlog. Dat is allemaal algemeen geweten, dat na een oorlog, dat er meer jongens geboren worden dan meisjes. En waarom worden er meer jongens geboren? Want in een oorlog ook veel meer jongens sneuvelen. Dat is dus eigenlijk logisch is. Dus wat doet men in een oorlog? We gaan gewoon de ene persoon, goddelijke persoon eigenlijk, gaat de andere goddelijke persoon het leven benemen. Wat eigenlijk niet kan, maar je kunt niemand het leven benemen, want die mens leeft gewoon verder. Alleen weet het hem niet. Dat is een van de redenen waarom ze zeggen, kijk alsjeblieft mensen, stop met dat oorlog voeren. Hey, Syrië momenteel, hey, je hebt het daar, Korea, hey, al die mensen die daar sneuvelen, weet ik veel, dat zou moeten gewoon ophouden, maar ja. Wat ik wel kan zeggen is dat bijvoorbeeld 40-45 een van de laatste wereldoorlogen is geweest die de aarde ooit geteisterd hebben. Dat is ook trouwens ook verspeld geweest in de openbaring al, in de openbaring van Johannes, 2000 jaar terug. En toen is er al gezegd geweest dat er een tijd ging komen waarin dat de mensen dus elkaar gingen doden, zal ik maar zeggen. Trouwens ook gebeurd is met de Joden en zo, de Jodenvervolgingen en allemaal verspeld geweest. En ook Jozef heeft daarover gesproken in het boek Volkeren der Aarde, heeft hij volledige beschrijving gegeven hoe dat allemaal in zijn werk ging gaan. Hij heeft de oorlog beschreven nog voordat hij begon, tot in de details, hoe dat allemaal ging verlopen en zo. Hij heeft het boek moeten wegbergen, omdat er niemand zijn handen zou komen. En na de oorlog is ze terug opnieuw naar boven gekomen en dan hebben ze heel het boek vertaald. En dan hebben ze dus ontdekt dus eigenlijk dat alles vast ligt, dat alles geweten is hierboven. En daarom zeggen we ook, dood nooit iemand, want het brengt niks op. Er is geen dood, de eerste en de tweede gaat hem terug opnieuw het leven moeten geven. Wat vindt u het meeste inspirerende uit de boeken van Jozef Roelof? Ja, het moederschap en het vaderschap komen het meest naar voren. Maar om je dat vader- en moederschap eigen te maken, kom je voor zoveel maskers van jezelf te staan, wat je weer uit je karaktereigenschappen, die zo allemaal zo leuke maskers voor kunnen zetten, en dat je niet eens meer de realiteit van jezelf onder ogen durft te zien. Uit angst dat een ander je afkeurt, want ieder mens wil aardig gevonden worden. En ja, je bent zoals je bent. En dat is goed. Je hoeft er niet je mooier voor te doen. Of een masker op te zetten. Of toneelstukje te spelen. Want het leven is al een grote toneelschool. En dan nog slecht ook. Volgens Jozef Roelof wordt de mensheid op aarde, zowel in goede als in slechte zin, vanuit gene zijde begeleid. Oké, dus van in het begin der tijden is er dus inwerking geweest vanuit wat wij noemen gene zijde. Dus niet alleen heeft men een god gemaakt voor de mensen, maar men heeft ook de mens gaan begeleiden. Hey, dus toen de eerste mensen het gedaan, als toekwamen, was er eigenlijk nog geen sfeer. Ze hebben die sfeer zelf moeten scheppen door hetgeen wat zij deden, door in de sfeer zelf. Als ze liefde geven, was er licht. Als ze geen liefde geven, bleef duisternis. Dus hebben ze langzaamaan de sfeer zelf ontworpen door hun eigen inzichten en hun eigen bewustzijn. Nu, vanuit gene zijde heeft men dus zoveel mogelijk geprobeerd om de mensheid te gaan helpen. En iedere uitvinding die men op aarde heeft, is dus eigenlijk vanuit gene zijde aan de mensheid gegeven. Ze zeggen altijd, ik had een droom en in één keer wist ik wat ik moest doen. Of ik kreeg een ingeving, het woord zegt het zelf, ingegeven. En zo is men dus eigenlijk onder andere bijvoorbeeld het vuur aan de mens gaan geven. Hè. Men heeft het die God gegeven, men heeft alle uitvindingen die momenteel tot stand komen worden vanuit gene zijde begeleid en aan de mensheid gegeven. Het nadeel is er natuurlijk ook weer, zoals licht is er ook duisternis en ook de duisternis heeft uitvindingen doorgegeven. En die moeten dan weer door het licht teniet gedaan worden. Zo is er altijd een strijd tussen goed en kwaad en nu nog altijd. Toch gaat er een moment komen dat de wetenschap, die nu momenteel heel sceptisch is, alhoewel ze beginnen meer en meer wetenschappers beginnen voor het leven naar de dood open te staan, gaat de wetenschap zelf dat bewijs leveren van wat wij noemen het leven na de dood. En dat apparaat noemen wij het directe stemapparaat. Dus men gaat dus door middel van een toestel kunnen communiceren met de mensen die gestorven zijn. We gaan dat toestel aanzetten, we gaan stemmen horen en we gaan in één keer contact krijgen met mensen die gestorven zijn. En dat gaat een openbaring zijn voor de ganse mensheid.
gaat trouwens in het nieuws komen. Alle grote mannen gaan uitgenodigd worden aan dat apparaat. Het zal alleen maar in handen zijn van een aantal mensen. Niet iedereen gaat dat in handen krijgen, dat apparaat. Later met de tijd gaan er andere apparaten komen dat iedereen dat kan gaan gebruiken. Maar we gaan dus echt contact krijgen en dan gaan we echt bewijs kunnen leveren van er is wel degelijk een leven na de dood. Er bestaat dus geen dood. Oorzaak en gevolg is geen onbelangrijk onderwerp in de boeken van Jozef Roelof. Richie Verbeire legt dit bondig uit. Het belangrijke punt van Jozef Roelof is de oorzaak en gevolg. Dus alles wat u verkeerd doet, zal u moeten goedmaken. Heel belangrijk in de boeken. Zowel heel veel zaken worden erin opgelost. Van waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat. Alles heeft een oorzaak en een gevolg. En als, vanaf dat je dat aanvaardt, zo heb ik dat toch gehad, verliep mijn leven veel beter. Wat ik ook heel mooi vind aan Jozef Roelof, dat zijn zijn schilderijen die hij zelfs ondersteboven schilderde. Dus de grond was de hemel en de hemel was de grond voor een heel grote zaal en nog geen 20 minuten tijd. Geen enkel arts, schilder kan zoiets maken. Ook bijna doodservaringen, heel belangrijk. Er zijn zoveel bewijzen dat er leven na de dood zijn. En toch wordt het door de wetenschap toch nog niet aanvaard. Waaronder dat er met bijna doodservaringen toch een heel grote bewijzen zijn op dit moment.